We gaan kijken naar de man van de Super Duper Mario team. Hoe valt het tijdje daar naar de tweede match? We kijken naar Teun Kiewit die naar de leiding gaat. Teun Kiewit, de man van Super Duper Mario op de eerste plaats. Dat is het Brian van Leeuwijk. Dan de 15 die naar voren gaat komen. Dat is, even kijken, de 15. Dat is Wessel van Dijk. Wessel van Dijk al op die derde plaats. En dan is het Ryan Merkel, de man van de Leeuwenborg Rangerswaard. Hij gaat hier vierde worden.